weer bij een nieuwe special. Ik ga in deze special echt iets mega leuks doen. Ik ga namelijk naar een salon en dat heet Bella's Nails & Beauty op Zuiderwaard in Uithoorn. En daar ga ik een lash lift behandeling nemen, dus dat je wimpers weer helemaal gaan stralen. Dus ik heb er echt heel erg veel zin in. Nou, ik schuif nu even door naar de salon en daar zien jullie mij verder. Helemaal. Ik zit nu bij Bella's Nails & Beauty. Ik word zo opgehaald en dan krijg ik dus een lash lift behandeling. Superleuk. Het is 10 voor 1, nog 10 minuutjes en het is hier echt heel erg mooi. Kijk, het ziet er heel erg luxe uit. Dus ik ga nog even wat lezen en wat opgehaald. Even. Die mooie lange wimpers van jezelf. Jawel. Ja, ik zag op YouTube dat je geen mascara op moest doen. Nee, klopt. Dus ik dacht, ik haal alles er gewoon af. Bescherm even je gewoon omhoog. Ogen? Ja. Ik bescherm even je onderwimpers, zodat die niet meegedicht worden. Ja. Krijg ik mijn ogen zo niet meer open. Ja, dat komt goed. Omhoog kijken. Schrik als je één oog dicht hebt en de ander open. Even omhoog kijken. Plak even je onderwimpers. Oh, ik voel meteen dat hij ook beter blijft zitten. Ja, dat is veel beter, hè? Ja. Dus hier gewoon een rubbertje. Ogen sluiten. Kijk je wimpers dan. Ja. Je ogen goed dicht houden, ja? Ja. Daar komt hij. Niet knijpen. Nu is het duidelijk dat ze de kool gedaan. Dus nu plak ik je wimpers even op mijn. Oké. Zo. Breng ik het vloeistof aan. En ik laat het 6, 7 minuutjes intrekken. Oké. Gaat het goed? Ja. Dan gaan we de eerste vloeistof even schoonmaken. Nu komt stap 2, lotion 2 erop. Ja, dat is lotion 2. Helemaal goed. Dit is de laatste stap en dan gaan we daarna verven. Zo, ik ga de lotion schoonmaken. Dit is de laatste fase. Hoe vond je het gaan tot nu toe? Heel goed. Ja, ik heb helemaal geen last gehad. Maar je deed het ook heel erg fijn, stap voor stap uitleggen. Echt heel goed. Dat is ook belangrijk, dat je ook weet wat er gebeurt. Nu ga ik met je hoofd iets meer naar deze kant toe draaien. Goed zo. Dus nu het water wat je voelt. Oké. Je ogen nog niet open doen? Nee. En nu hou je alles eraf, toch? Ja. Het plakbandje wat ik er vanaf haal aan de onderkant. Nog niet open doen. Zo. Dan gaan we naar de andere kant. Je hoeft nog iets meer naar deze kant te draaien. Zo. Dankjewel. Ja, perfect. Even een andere bandje pakken. Achteraf ging het wel echt heel erg snel. Ja, hè? Je ogen dicht doen. Ik maak nu de verf voor je wimpers klaar. Oké. Want je hebt, je hebt lichte wimpers. Dus als we het zwart gaan verven, dan zie je het resultaat nog meer. Dus als je geen zin hebt om mascara op te doen, dan heb je mooie gekrulde wimpers. Ik smeer even vaseline op. Als ik het verf, dat het niet op je huid meekleurt. Zo, ik bescherm even je huid. Ja. Zo, ik had het echt niet verwacht dat je het al zo goed ziet. Ja, je ogen dicht doen.
Nu mag je weer je ogen dicht doen en je mag ze open doen wanneer ik het zeg. Wanneer ik het zeg. Ja. Oké. Ik doe er een plaat onder. Dus ik verf ze eigenlijk omhoog. Gaat het goed? Jazeker. Ik verf echt tegen je wimperrand. Wat ook belangrijk is met de wimperlifting, gebruik geen waterproof mascara. Dus met een waterproof mascara moet je dan een oogmake-up remover gebruiken op oliebasis. Oh. En dat is juist niet goed voor de gelifte wimpers. Zo. Heel even met open doen. Zo'n spiegeltje. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, je mag je ogen open doen. Oh mijn god. Wauw, wat mooi zeg. Wauw, het lijkt echt dat ik mascara op heb. Nou iedereen, ik ben klaar. Het was echt een super behandeling. Kijk, zo is het geworden. Super mooi. Ik heb helemaal geen mascara op. Dus zeker een aanrader deze salon. Ze geven ook meer behandelingen nog. Ze doen de nagels, laserbehandelingen, gezichtsbehandelingen met allerlei nieuwe producten. Dus het is zeker een aanrader. En het zijn allemaal jonge meiden. Dus dat is helemaal leuk. Super lief en heel erg bedankt. Helemaal, ik ben inmiddels weer thuis. Ik wil jullie nog heel erg bedanken voor het kijken naar deze special. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Ik ben echt heel erg blij met mijn oog. Ik zal ze nog een keer even laten zien. Echt super mooi. Als je deze video leuk vond, vergeet dan geen duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. Daar zou ik echt heel erg blij mee zijn. Als je het leuk vindt om mij te volgen op social media, zet ik mijn Instagram even in de beschrijving. En dan zie ik jullie zondag weer bij de leuke nieuwe weekvlog. Doeg! Doeg!